In deze demo laat ik concreet zien hoe Cubigo werkt door een aantal toepassingen te tonen die mensen in het dagdagelijkse leven gebruiken. We maken hierbij een onderscheid tussen aan de ene kant de ouder, aan de andere kant de familie- of mantelzorger. En we starten bij de ouderen. We hebben hier bijvoorbeeld de Cube Contacten. Met deze Cube kunnen we heel eenvoudig contacten bijhouden. En met deze contacten kunnen we op een heel eenvoudige manier communiceren. Zo kan je bijvoorbeeld berichten sturen, videocommunicatie doen of deze persoon aan het startscherm van Cubigo toevoegen. De volgende Cube is Mijn Buurt. Hier vind je alle krantennieuws uit de buurt, maar zie je ook welke evenementen er te doen zijn. Hiervoor hebben we een koppeling gemaakt met Uit in Vlaanderen. Met deze Cube kan je heel eenvoudig maaltijden bestellen. Je kiest eerst de categorie van maaltijden en vervolgens welke maaltijd je wil eten. Deze kan je op een heel eenvoudige manier toevoegen aan je winkelwagentje en zo de bestelling afronden. Vervolgens hebben we de Cube medicatieschema. Hierin kan de arts of verpleegkundige van op afstand het medicatieschema beheren en de zorgbehoevende kan dit op een heel eenvoudige manier raadplegen. Hij kiest zelf wie hij aan het schema toevoegt. In de Cube medicatieherinnering vervolgens krijgt hij een overzicht van de medicatie die hij dagelijks moet nemen en kan hij aangeven of hij ze genomen heeft. Van belangrijke medicatie krijgt de gebruiker alarmmeldingen. Als hij deze meldingen niet ziet of hij negeert ze, dan kunnen we instellen dat hij wordt opgebeld door de alarmcentrale. Op die manier bevorderen we medicatietrouwheid. Aan Cubigo kunnen ook heel eenvoudig toestellen worden gekoppeld, zoals een digitale weegschaal, bloeddrukmeter enzovoort. Door op de Cube weegschaal te drukken, ziet de gebruiker digitaal een evolutie van zijn gewicht die hij kan delen met arts of verpleegkundige. Zo kunnen ze hem op afstand heel eenvoudig opvolgen. Wanneer er op de Cube paniekoproep wordt gedrukt, wordt de alarmcentrale gealarmeerd. Deze gaat de gebruiker via videocommunicatie proberen op te bellen, als het niet lukt via telefoon, en dan wordt de familie of worden de hulpdiensten verwittigd. Ook de familie of mantelzorger van de zorgbehoevende kan een Cubigo-account aanmaken. Op die manier kan hij of zij voor de zorgbehoevende van op afstand zorgen. We gaan in deze demo een aantal Cubes overlopen die de familie kan gebruiken. Een eerste voorbeeld is de Cube LifeSafe. De zorgbehoevende draagt dit bakje bij zich en als hij of zij verloren loopt buiten, kan hij op de SOS-knop drukken. De familieleden of de zorgverlener ontvangt een sms of een alarmboodschap en kan op Cubigo gaan kijken waar de persoon in kwestie zich bevindt. Cubigo maakt ook koppelingen met de systemen van thuiszorgorganisaties. Neem nu de Cube Landelijke Thuiszorg. Hier kan de gebruiker of de mantelzorger zien welke prestaties er door de verzorgende van landelijke thuiszorg zijn geleverd en wanneer de verzorgende de volgende dagen en weken zal langskomen. Ook kan er een bericht gestuurd worden met de zorgcentrale, kan bekeken worden welke dienstverlening er wordt aangeboden en kunnen de persoonlijke gegevens worden opgevraagd. Ook de factuur kan digitaal worden geraadpleegd. Een volgend voorbeeld is het zorgschriftje. Dit digitale schriftje vervangt het echte papieren schriftje, dat nu vaak bij zorgbehoevenden thuis ligt en waarbij iedereen, zijn de arts, verpleegkundige, poetshulp, familie, dingen inschrijft over de zorgbehoevende. Vanaf nu kan dit digitaal gebeuren en kan iedereen van op afstand volgen wat de rest in het schriftje schrijft. Nog een voorbeeld van een Cube die is gekoppeld aan een bestaand systeem is de Care Solutions Family App. Care Solutions is een patiëntendossier dat wordt gebruikt in woonzorgcentra. En met deze Cube kan de familie van op afstand opvolgen hoe het met vader of moeder in het woonzorgcentrum gaat. Zo kunnen zij anticiperen op zaken die ze moeten meebrengen in het weekend bijvoorbeeld, of op de hoogte gehouden worden van dringende problemen. Ook kunnen ze vragen stellen aan arts of verpleegkundige. Nog een Cube die heel interessant kan zijn voor familie of mantelzorgers is BePost. Met deze Cube kan je van op afstand bestellingen plaatsen bij allerlei lokale handelaars. Deze bestellingen worden opgehaald door de postbode en aan huis van de zorgbehoevende geleverd. Mensen die bijvoorbeeld minder mobiel zijn, kunnen op die manier
toch boodschappen krijgen en zo langer thuis blijven wonen. De familie kan op afstand gewoon de bestellingen opvolgen.